Ha, goeie. Welkom bij weer een nieuwe Keertsen is meer als traaie spul. We hebben nu een nieuwe gast, Gerde Aliklema aan Nijenhold. Ik heb even goed zijn, volgens mij, Gerde. Klopt, ja, klopt. Ja. Ja. Nou. Hey, welkom dat je hier wezen worst. Ik ga meestal gelijk even mooi nemen. Wij kennen elkaar al een beetje, toch? Ja, een beetje. Ja, ja. Ja. Heeft, in welke keer weer dat? De oude, maar het was een jontje, volgens mij. Toen heeft een boon en toen mocht ik, ben ik even volgens mij je tonomie benaderd, maar wie stond toen Kerstes en wie weer er nog meer bij? Nienke, Kuus. Ja. En nou, we nog even een keer even een extra trainertje dwang koen. En ik zeg echt, Liek, Gerde, dat zowel Naomi is daar, hè, en Nienke weer volgens mij balkeerster, doen echt het heel goed in, want anders ben je net. Maar ik zeg wel, Liek, hey, dit ben aanstormende talenten. Nou, die ene die zit nou in Amerika, heb ik begrepen. Klopt, Naomi. Ja. Door de groet nemen via deze waai. Maar dat is trots zetten. En ik heb mooi, zeer veel interesse gesjoen naar die ontwikkeling. En ik vind dat het geweldig doorst. Ja, dus complimenten daarvoor. Dankjewel. Vielt het zelf, ik zei dat het al de stap maken heeft naar de top nou? Nou, ik denk dat het geleidelijk gewoon wat geïnt is. Ja. En nou inderdaad wel echt een stap maken om naar de toppen toe in dat gaan. Ja. En ik denk dat het de vorige jaar nu gewoon geleidelijk omheen, een stap omheen is gegaan. Ja. Vorig jaar ik een heel mooi patoer gehad. We hebben eigenlijk niks te verliezen hier. Nee. Dus we konden lekker vrij uitkeertsen. En dat hebben we nog steeds, toch? Of niet? Ja, klopt. Maar of toch... je hebt toch wat druk? Nou, dus... net per se, maar het keertst ons. Ja. En toch moet je dan, want dat is zij, hè? Dan ging die nou mooi aan, net wel eindelijk, lekker keertsen hier, dan was het verschil mooi. Ja. Ja, klopt. Maar dat blok ik wel waar, hè? Denk ik. Dan ben ik wel van plan. Hey, het is wel bijzonder, want ik heb het leren kennen en ik ben nou natuurlijk Sony en nou trainer van Isbjørn Galema, dat is een vierlepper. Ik riet altijd langs zijn huis, links zie ik al je kronzen. En ik denk, hé, hoe dan? En toen wist ik dus, hey, dit is Gerde. Maar hoe komt een famke uit het heidenskip boy, wat net maar een soort kerstbol werken eromheen, hoe ben je toch bij het kerstentalon gekomen? Nou, dat komt eigenlijk bij mijn ouders boy. Want die komen wat meer uit Exmoren, die kant uit. Ah, oké. Okay. En mijn tante had ik altijd keerst. En mijn paak en beppe ben je naast het keertsveld. En zo ben we eigenlijk wat op de sport kom, want dan passen paak en beppe op. En dan wien mijn broers en mijn zus die keertsen dan. En ik ben een stukje jonger. En dan zit ik voor het raam te wachten totdat ik het veld op koe. Dus ben ik jij de starten als de oren. En ben ik zo het keertsen wat in rolt. En waar is het keertsen hier? In Exmoren. In Exmoren, dus. Dus net bij Worken. Nee, net bij Worken. Is ik een Lietsere vereniging. Pieter doet geweldige dingen daar. Ja. Maar het is een Lietsere vereniging. Dus toen ben je via Exmoren uiteindelijk vaker keerst. Ja, daar heb ik altijd leden keerst. Okay. En uiteindelijk een stap kan maken om federatie te gaan keersen. En daarna pas in bij de tweede eerste pupillen echt bij de KNKB in keersen. Ja, en de trainingen, dat heeft volgens mij altijd die makken met die, klopt dat, zeg ik het zo goed? Nee, ik ben altijd bij Scoren. Oh, bij Scoren? Bij Simon Mennesma. Oh, daar heeft hij altijd, oké dan. Ja, Mark zit hier, Mark de zoon van Simon zit erbij. Nou, wat bijzonder, maar door keert van makken, maar dat heeft dus niet daar... Nee, ik heb eigenlijk van jongs af aan altijd al bij Simon getraind, behalve dan het laatste jaar. Maar dat is dus even twee, drie keer fjouken in de week van nou het Heidenskip. Daar zit dus ook best wat tijd in, dus dan ben ik hard in mijn bol. Ik echt keertsliefhebbers geweest dat ze daar even heen hebben. Ja, die brengen mij ook al heen en werk ik maar in mut. Het scheelt nou dat ik zelf vrienden ken. Ja, dat is een mooie auto, toch? Dat moest even benoemd. Een hele mooie auto. Ja, een mooie Fiat 500, dus dat is echt perfect. Ah, mooi. Ja, maar daarvoor winnen altijd Hoyt en Mem of Pakers en Beppers die me wel heen brachten. Hey, en mooi de oudeling, weet ik nog, dat Hoyt, die ging wel mooi als coach. Ik. Ja, man, die is zo voor mij, die is nog 15. Ik hoor heel soort van dat heel goed. Maar die neemt net alles om voor zijn huid, zeg maar. Wie dat bij Jim Oors? Wie dat gewoon dat altijd doet? Nou ja, we winnen. Dus ik altijd een baltje ontslaan. We hinten er altijd oor. Dus ja, op een game en dan heeft Sam
Bon, ik wil wat malker. Natuurlijk ben ik het echt net altijd malkeriers en heb ik echt wel eens een meningsverschil. Ik zie de hondentwinkeling in de heren, dat heeft wel eens voorkomen. Ja, zeker. Ja, nou ja, wie dat net en anders is het ik net gezond, denk ik. Nee. Dus, maar ja, dan kan je het wel duidelijk malker hebben. Ja. En ik denk dan ik beter wil. Want dat wordt wel signed. Ja. Dus dat heeft u überhaupt een vierde hebt zitten of dat helemaal nee, net? Nee, helemaal nee, ik heb één keer die, maar nee, dat nooit nooit meer. Nee. Oké, okay, nee. Dus die hoort daar niet meer te bellen? Nee, dat, die hoef echt die schade geven we helemaal niet meer. Nee, nee, dat wordt hem net. Nee. En nou, ik vind gewoon, ik zeg, Liek, dat zei ik al. Ik joeg daar volgens mij destijds even een tip van, hey, iets minder viewer, iets meer ontspannen slaan. Dat kost Liek omdraaien. Dus je bent zeker zeer getalenteerd in wat je doet. Uiteindelijk maakt het de mens achter het bewegingsapparaat hoe goed je wil. Maar volgens mij zit dat bij jou. Ik wil heel goed. Wat doe je in je vrije tijd? Mag ik het vragen? Ben je nog student of is het burger? Ja, ik zit nu in mijn laatste jaar van de MBO opleiding verpleegkundige. Okay. En dat goed is, ben ik al een paar weken klaar. En dan ken ik ontwerp. En dan gist ik ontwerp? Ja. Ja, ja. Ja, ik ken al op mijn afdeling te plak. Och, dus dat scheelt. Dus dan krijgen we een hele zorgzame, liefdevolle, barmhartige dame. Ja, maar toch ik wel mafio, hè? Ja, dus, ja, ja dat wordt erin zitten, denk ik. Ja, dat moest ik nooit loslaten. Nee. Nou, heb als laatste nog wel een vraag, want ook kerst naar mijn Jeanette en Louise. Hoe bevalt het? Ik vind het echt heel leuk. Ja, ja, we alle draaien zitten we gewoon vol viewen. En willen we echt van de winst in. Dus dat klikt naar mijn idee echt heel goed. En de trainingen, doe je die nou mooi hun? Ja. Of ik, dus best wel even bij Bistantitie, volgens mij ik mooi een argumenteur om te trainen, hè? Dat we vorig jaar ik zag. Of vorig jaar trainen we maar Jeska en Aletta bij Score ik nog. Sanus. En nu train ik bij Kirst in 2020, maar Jeanette en Louise en dan Pippen toe. Ja, want ik wist voor de heer, ik zeg je maar voorbij, kom bij hele Volkerts, de hem krachttraining. Ja, de hem krachttraining, ja, klopt. Ja. Als de zelf voor mij, prachtige bevlogen krachttrainer, dus ik vond het mooi dat je hem daar samen bezig bent. Ja. En ik moet weer even een scherder gooien met nou oppakken, maar dat is dus 12 natuurtrainingen. Jeanette weer er, denk ik, iets letter bij, hè? Want die moest ja, die moest nog oorverplichtingen nemen. Ja, die moest nog even volleyballen, ja. Maar die is er nou even volledig bij, dus dat scheelt. En okay. Kijk op die het van de eerste vrije formatiewedstrijd. Ja, en heeft nog iets dat soort van, hey, dat heb ik nou al van hun geleerd, werd ik nou al... Nou, die ervaringen van hun, die nemen ze gewoon altijd mooi. Ja, dat, ze nemen die gewoon mooi. En dat is gewoon heel fijn. Gewoon al een beetje maar een plan trainen, een plan van aanplak hebben van de wedstrijd. Ja. En hoe is het net te dragen nog? Nee, zeker net. Nee, en dat gevoel heb ik echt net. Nee, hè? Maar, nee. Een mooie, nuchtere, hardenskipster mentaliteit zit er nog wel in, zeg maar. Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja, hartstikke goed. Nou, we hebben nog één ding, want wij hebben Hendrik hier. En die heeft al die baltjes en dingetjes en... moest je een vraag eruit pakken? Nou. Dan moet even rollen. Oh, sorry. Dat denken meesten dat het net valt. Dat denken meesten dat het net... dat ik er echt in pak. Ja. Ja, dat... Mag ik hem zelf vallen? Als toch dat leven, als toch leven. Ja, dan heeft wel controle wat er stiert. Want dan kan ik hem wel eens een vraagje verzinnen. Oh, ja. Dus dat denk ik goed. Ja. Ja. Wanneer is jouw seizoen geslaagd? Dat is wel mooi, want ik dacht correct dat ik... oh shit, ik heb het echt verlegen naar de teamdoelen. Wanneer is het seizoen slagen? Nou, ik denk gewoon echt het plezier in het keertsen hebben. Dat wat ik echt uitstraal, dat we er echt maar plezier keertsen machine al. En dat het ik echt leuk is om naar te shen. Dat vind ik heel belangrijk, ik in het keertsen. En natuurlijk het win, dat wil je erbij hebben. En de PC, dat is natuurlijk altijd een grootste doel. Ja, een heel mooi sportief doel. En als het ben, stel je voor dat ik ben en denk van, hey, ik wil wel sport op hem, soms voor het keertje kiezen met Gerda. Omdat het ik heel samen is, machine on. Iedereen kent elkaar. Op het veld is het even viewen, maar de boeten ben ik al je vrienden en kennen we heel goed met elkaar. Dus het ontstaan gewoon heel soort vriendschappen. Ja, saamhorigheid, hè? Ja. En dat is dan toch bijzonder, want ik denk dat ik al ietsje ouder al ben inmiddels. Maar dat wij uiteindelijk al die gewoon dezelfde ervaringen hebben. Verus, bij mij weet altijd vriendschap met Doos. Uiteindelijk is het toch ik deels wel het sportieve, maar ik de vriendschap die ik er nog had. Ja, zeker. Nou, fantastisch. Mag ik jij bedanken voor dit leuke gesprek. Ja, en, bedankt. Heel soort succes. Dankjewel. Ja, oké. Hey, hoi.